Het is inderdaad zo dat we momenteel op IWI's grootscheepse plannen op stapel hebben staan. We denken immers sinds enkele jaren aan nieuwbouw. U hebt het daar even tijdens de kennismaking kunnen merken dat de huidige gebouwen zeker iets verouderd aandoen. Hoe kan het anders? Ze zijn in gebruik sinds 1924. Er worden dus sinds geruime tijd stappen ondernomen om een nieuw terrein te verwerven en om de nodige plannen te laten opmaken. Dat eerste stadium is nu achter de rug en we hebben al op papier een idee van wat de nieuwbouw wordt. Een gevoelige verbetering zal er zeker in bestaan dat de leerlingen niet meer op één gemeenschappelijke slaapzaal zijn ondergebracht, maar dat in tegendeel voor de kleintjes verscheidene zaaltjes zijn voorzien, terwijl voor de groten gezellige, fris ingerichte slaapkamertjes gepland worden, wat door de komende generaties zeker erg op prijs zal worden gesteld en wat de privacy beslist ten goede zal komen. Veel meer aandacht dan vroeger wordt nu ook besteed aan al die uren die de kinderen doorbrengen buiten de klas. Vrije tijdbesteding, 's avonds, tijdens de weekends, op vakantiedagen, vormt een belangrijk aspect in het kader van de algemene opvoeding. En zo zijn niet minder dan een tiental functioneel ingerichte lokalen voor hobbyclubs, vrije expressie, manuele expressie en dergelijke voorzien. Terwijl ook een polyvalente sportzaal met alle accommodatie van dien voor beoefening van minivoetbal, volleybal, basketbal en dergelijke meer gepland wordt. Dat zijn zaken die de jongens zeker en vast erg op prijs zullen stellen. De nieuwbouwplannen brengen natuurlijk heel wat financiële problemen mee. Gelukkig is daar het ministerie van Verkeerswezen en de provincie om ons daarin te helpen. Maar het blijft een feit dat een paar tientallen miljoen frank ten laste blijven van het werk. We rekenen op een goede opbrengst van de verkoop van de huidige gebouwen en ook op allerlei acties die gepland worden waarbij roep zal worden gedaan op de solidariteit en de sympathie van de bevolking, hoofdzakelijk de kustbevolking, vermits merendeel van onze kinderen afkomstig zijn van de kuststrook van de Pannen tot Knokke-Heist. Als alles naar wens verloopt, hopen wij de viering van het 75-jarig bestaan van de school in het jaar 81 in een spiksplinternieuw complex te kunnen laten doorgaan. En ondertussen doen we alle mogelijke moeite om de plannen zo goed en zo prompt mogelijk gerealiseerd te zien. En inmiddels roeien we met de riemen waarover wij beschikken.